Ik zit hier aan tafel met Henk van Wulpen. Henk, jij werkt ook bij de veiligheidsafdeling van het Rijksvastgoedbedrijf. En ik mag wel zeggen, jij bent de goeroe achter veiligheid in de aanbesteding. Ik wil niet zeggen dat jij het bedenkt en je zorgt het wel. Je weet er alles van. Je wordt ook regelmatig uitgenodigd door brancheverenigingen en anderen om een toelichting te geven. Ik zal je mailadres niet geven, want dan loopt je mailbox vol, denk ik. Maar Henk van Wulpen, Rijksvastgoedbedrijf of Rijksoverheid.nl, je komt een heel eind, denk ik. Zoals vaak, Henk, ben je weer bereid om alle vragen te beantwoorden, toelichting te geven. En dat doe je samen met Marjan Blauw, die werkt bij BAM Bouw en Vastgoed. Jij bent heel concreet bezig met bouw en vastgoed optredens op de veiligheidsladder te krijgen. Dus je bent ervaringsdeskundige op dit gebied, neem ik aan. En mag ik jullie uitnodigen om in de studio plaats te nemen en jullie toelichting te verzorgen en de vastprangende vragen te beantwoorden. Gaan we doen. Goed. Ja. Goedemorgen. Ja. Via veiligheid en aanbestedingen. Dan ga ik samen met Marjan Blauw dus wat over laten zien. Ik kan niet zien welke sheet nu voor is op dit moment. Maar... Ah, kijk. Nou, dan gaan we door. We zijn het al voorgesteld, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Ik ga direct door naar de agenda. En in de agenda kunt u zien dat we het met z'n tweeën verdeeld hebben. Maar Jan gaat zo eerst met u aan de slag om de quiz te doen. Om eventjes op gang te komen. Daarna ga ik een hele korte inleiding geven over VIA. Heel kort, want ik heb al twee keer eerder in het veiligheidsontbijt uitgebreid een presentatie over gegeven. Vandaag doen we het anders. En dat kunt u aan deze agenda ook zien. En ik houd die opfriscursus heel kort. Daarna gaan we kijken wat zijn de uitkomsten van de mini-enquête, de poll die we voorafgaand aan dit veiligheidsontbijt hebben uitgezet. Wat de reacties zijn geweest uit jullie groep. Daarna gaat Marjan uitgebreider in op hoe het werken met de veiligheidsladder, hoe dat binnen BAM bouwen vastgoed, hoe dat werkt en wat dat heeft opgeleverd. En daarna komen we nog eventjes op het webinar wat op 15 december over VIA komt en waar u zich nog op voor kunt aanmelden. Dat ga ik dan weer doen. Marjan, aan jou het woord voor de quiz. Dankjewel, Henk. Een paar maanden geleden of weken geleden heeft Henk mij gecontact en gevraagd of ik op het gebied van de veiligheidsladder onze ervaringen binnen BAM bouw en vastgoed zou willen delen. Henk vertelde toen al wel, dat heeft al een paar keer eerder ook op deze agenda gestaan. Dus wij zeiden, nou, wat is er niet leuker aan om even te beginnen met een korte quiz, warming up, om te kijken hoe de kennis nog bij jullie aanwezig is. Dus daarvoor zou ik jullie willen vragen je telefoon te pakken en te gaan naar www.menti.com. En dan krijg je dadelijk de code om mee te doen aan het spel. Het is een kort spel, 3 vragen. En dan gaan we daar nu mee beginnen. Dadelijk krijgen jullie 3 korte vragen. Het gaat erom het juiste antwoord aan te vinken. Maar naast het juiste antwoord gaat het ook nog op tijd om punten te scoren. Dus ga ook snel lezen en kies snel het juiste antwoord. Dan gaan we kijken of we kunnen gaan starten. De eerste vraag. Wat is het doel van veiligheid in aanbesteding? Op je telefoon komen de antwoorden in beeld. Kies het juiste antwoord. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Het juiste antwoord is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de keten. Ik zie dat de meeste deelnemers dit goed hebben beantwoord. Laten we doorgaan naar de volgende. Even de scores in beeld. Het is een close call, maar op dit moment is Martin, als ik dat goed zie, het snelst met het beantwoorden van de vragen. Er mag maar nog 2 vragen te gaan, dus er kan nog van alles gebeuren. Laten we doorgaan. Vraag 2. Voor wie is de veiligheid in aanbesteding van toepassing? Kijk op je telefoon voor de antwoordmogelijkheden. Nog 3 seconden.
34 hadden het juiste antwoord gegeven. En dat is aannemers, onderaannemers, leveranciers van architecten en ingenieursdiensten en van risicovol transport. Kijken naar de stand. Of Martin nog steeds bovenaan staat. Ja, zeker. Wel heel dicht Marcel achter zich aan, maar het wordt spannend. We gaan naar de laatste vraag. Op welke projecten is de FIA vanaf 2022 van toepassing? Kijk naar de vier antwoorden en kies het juiste antwoord. Nog 3 seconden. En de tijd is voorbij. Oh, we zien hier dat er verschillende antwoorden zijn aangevinkt. Het juiste antwoord moet zijn bij alle nieuw te starten projecten van de ondertekenaars. En nu dan de eindstand. Kijken of Martin nog steeds bovenaan staat. En dat is het geval. Martin, gefeliciteerd. Je hebt de hoogste score. Nou, dit was even een korte introductie op het gebied van de kennis van de veiligheidsladder en de FIA. Ik geef het woord nu weer door aan Henk. Dankjewel, Marjan. Ja, we gaan verder. Ik had al beloofd een opfriscursus. En gezien de reacties op de Mentimeter, zie ik dat het voor het grootste deel van de mensen niet echt nodig lijkt te zijn, omdat ze de goede antwoorden al hebben gegeven. Maar ook al een aantal die er toch wat klein beetje naast zaten, dat is niet zo heel erg. Ik zal dus even de hoofdlijnen vertellen. 3 korte sheets, dus geen uitgebreid verhaal. De 3 belangrijkste dingen die ik heb te melden is punt 1, hoe zit het met de planning? Daar begin ik nu mee. Dit plaatje laat het al zien. Het belangrijkste is dat vanaf 1 januari 2022... gaan de ondertekenaars van de governance code via in alle inkoop en aanbestedingen toepassen. Maar dan gaat aan vooraf dat we de ondertekenaars zelf al ervoor zorgen dat ze rond 1 januari aanstaande zelf al gecertificeerd zijn. Want wat je van een ander verlangt moet je natuurlijk ook zelf waarmaken en natuurlijk ook al eerder zelfs al. Nou, de meeste ondertekenaars zijn al klaar eigenlijk, maar een paar zijn nog aan het afronden. Vervolgens hebben we dus die ingangsdatum op 1 januari 2022. Daarna gaan we dat in de gaten houden, evalueren. En is de gedachte dat we rond 1 januari 2024 de volgende stap gaan zetten naar trede 3. De evaluatie die dan daaraan vooraf gaat, kijken we hoe het allemaal ervoor gelopen is. En het kan natuurlijk ook zijn dat we op andere onderdelen ook nog wel wat aanpassen. Maar dat is tegen de TCT te beschouwen. Dan een heel belangrijk deel is de risicomatrix. Dit is eigenlijk wel zo'n beetje het kernpunt van VIA. Want dit schema laat zien wanneer VIA van toepassing is en welk instrument moet worden ingezet. Want er zijn 3 vormen. Waarin je kunt aantonen dat je aan de veiligheidsladder op trede 2 zit. Dat is hetzij volledige certificering, het zwaarste middel. Er is een lichtere versie die voorheen noemden wij dat de ervaringsaudit, maar het nu officieel de SCL Light. En daar zit een audit op. En het lichtste instrument is een self-assessment. En die self-assessment wordt wel door een certificerende instelling getoetst. Approved, zoals dat heet. En dan krijg je een approved self-assessment. Het schema laat zien dat afhankelijk van de contractwaarde en de impact, en de impact is zeg maar de risicoklasse van het type werk. In dit schema is dat niet uitgewerkt, maar in de handreiking en zo kunt u dat wel terugvinden, welke werkzaamheden onder laag, respectievelijk midden en hoog vallen. In dit schema hebben we getracht zo goed mogelijk proportioneel, afhankelijk van risico en contractwaarde, het instrument af te zetten. Daarbij geldt nog dat aan de onderkant hebben we ook nog een grens gesteld. Contractwaarde beneden 1 ton is vrijgesteld
En datzelfde geldt voor bedrijven tot 5 medewerkers. Nou, die contractwaarde gaat in zijn algemeenheid om de individuele contractwaarde. Maar hoofdaannemers kunnen ook ervoor kiezen om bij vaste ketenpartners de gemiddelde jaaromzet als contractwaarde te hanteren. Dus dan gaat het niet meer om de individuele opdracht. Nou, dan komt nog een punt aan de orde wat heel vaak aan de orde wordt gesteld. Waarom kan dat niet gecombineerd worden met een VCA-audit of met audit op ISO 9000 of 45001? Nou, heel simpel eigenlijk. Een audit op de veiligheidsladder is een echte gedragsaudit. En die heeft gewoon een totaal ander karakter dan bijvoorbeeld een systeemaudit zoals ISO 9000 en zo. En dat is gewoon vrijwel niet te combineren. Toegegeven, ook in VCA en 45001 zitten wel gedragselementen, maar niet op de diepgang die binnen de veiligheidsladder wordt gedaan. En punt 2, binnen VCA en ook ISO 45001 kun je niet afmeten op welke trede je zit. Dus het gaat met de SCL, de Safety Culture Ladder, zeg maar de Engelse term voor veiligheidsladder, gaat dat veel diepgaander. Dan sluit ik met deze dia de stukje inhoudelijke toelichting even af met de verwijzing naar de informatie op de website van de governance code. Daar zit een aparte pagina over VIA, een fact sheet, animatie en dergelijke. En vooral de handreiking, neem die te harte en neem die handreiking zowel in de rol van opdrachtnemer, maar ook als mogelijk opdrachtgever. Want in de keten worden heel veel werken doorgeschoven en VIA geldt dus ook in onderaanneming. En over de veiligheidsladder zelf kunt u op de website van de NEN ook het een en ander vinden. De links staan in de presentatie, dus voor zelfstudie. Dan kom ik nu aan de resultaten uit de mini-enquête die we vooraf hebben gehouden. We hebben gezien dat daar in totaal 27 mensen op gereageerd hebben. Dus dat is zo ongeveer een kwart van het aantal kijkers op dit moment. Dan zit het dus, betekent dus dat driekwart van jullie niet de score hebben aangegeven. En dan ben ik altijd benieuwd van hoe zitten die er juist in. Is dat nou de grote groep die er misschien wat dat betreft wat meer tussenin zitten. Dat het meer de mensen zijn die een uitgesproken opvatting hebben dat die wel reageren en anderen niet. Dat weet ik natuurlijk nooit. Maar ik ga gewoon af op de resultaten die we nu zien. En ik interpreteren naar de grote groep, laat ik een ander over. Maar het beeld wat eruit komt is dat het gros, als ik kijk naar punt 1, wat vind je van het initiatief VIA? Verreweg de meesten vinden dat een goed idee. Maar er zijn toch wel kritische geluiden. Een aantal mensen vinden het helemaal niet zo'n goed idee. Die zien het weer als het zoveelste certificaat dat wordt geëist. Snappen we. We hebben net ook al gezegd dat we daar ook zo goed mogelijk rekening hebben gehouden met dat proportionele karakter van de inzet, zodat we op die manier de kosten beperkt houden al. En vergeet ook niet, de ervaring is dat wie zeg maar, zich verdiept in de veiligheidsladder en daarmee binnen de organisatie aan de slag gaat, het is aan de ene kant een investering, maar het blijkt ook in de praktijk heel veel op te leveren. En uiteindelijk blijkt dat organisaties waarin het met veiligheid beter is gesteld, uiteindelijk ook het efficiënter draait en het rendement ook wordt gediend. Dus het levert ook iets op. Dus kijk niet alleen wat het kost, maar ook wat het oplevert. We zien ook een aantal, is er nog eentje die het nog niet weet. Nou, die kan dat nu niet meer zeggen, denk ik, want die heeft inmiddels dit verhaal meegekregen. Er zijn een paar afwijkende reacties. Ik zal er een paar aanhalen, niet allemaal, maar even bijpakken, excuus. Ja, er zijn ook bij die zeggen van ik moet het eerst nog even zien. Of zeggen van ja, het is wel een goed initiatief, maar het is nog geen garantie voor veiligheid. Nee, dat klopt. Het hangt niet van één ding af. Vanuit de governance code worden dan ook niet voor niks meerdere initiatieven gestart. Het gaat en om GPI en het gaat om VIA en dan komen nog meer dingen. Veiligheid bereik je door een set aan maatregelen en VIA is daar eentje van. Zie het in het grotere geheel. Kom ik even bij de resultaten van de tweede vraag. Hoe ver is jouw bedrijf met de voorbereiding van VIA? Hier zien we een gemengd beeld.
En dat herkennen we ook wel uit de praktijk. Er zijn nog erg veel bedrijven die er nog niet echt actief mee bezig zijn. En mind you, 1 januari 2022 komt hard aan. En als je te laat dit op gaat pakken en iedereen gaat tegen het eind van het komend jaar pas een certificerende instelling inschakelen, dan komt daar een piek. Dat is niet handig. Dan sluit u achteraan de rij aan en kan het zijn dat u te laat bent. Dus wacht niet langer. Er zijn er gelukkig ook al die al wel een certificaat hebben, dus dat gaat goed. En er zijn erbij die dus nog moeten beginnen. Bij deze de oproep, doe dat nu. Kom ik bij de laatste vraag die in de poll zat. Over de vraag van of je in hoeverre je hierover via met je collega bedrijven contact hebt. Ook hier zien we een wat wisselend beeld. Helaas zien we dat het bij velen het signaal dat het nog niet leeft. Ik hoop dat het na vandaag toch echt afgelopen is, dat het wel gaat leven. Ook hoor ik toch ook wel dat er bij sommigen de opmerking is een vast agendapunt bij elke vergadering van de branchevereniging. Dan denk ik, top, dat gaat goed. Maar er zijn er ook die nog zoekende zijn. Doe dat vooral. Je weet nu waar je het kan vinden. Ik heb de links net gegeven. Ik kreeg ook wel een signaal ertussen. Er is veel onvrede over de veiligheidsladder. Nou, we vangen wel eens wat op. Maar we vragen liever dan stel dan concrete vragen via de website van de governance code. Zodat we in kunnen spelen op knelpunten die er eventueel zijn. Want in het algemeen gaat het goed. En dan kom ik toe aan het laatste onderdeel. Ik geef het woord weer aan Marjan. Die ingaat op hoe het bij de veiligheidsladder binnen BouwVast goed is opgepakt. Dankjewel. En qua geruststelling kan ik zeggen dat binnen BAM, Bouw en Vastgoed, de veiligheidsladder wel degelijk leeft. En dat we er actief mee bezig zijn. En daar kom ik nu ook mijn ervaringen met jullie over delen. Maar eerst even de context schetsen. Binnen de BAM hebben we het motto, jouw veiligheid is mijn veiligheid. En we hebben daar 3 veiligheidsbewustzijnsinitiatieven aan gekoppeld. De eerste is de Veiligheidsraad. En dat houdt in dat mensen van verschillende disciplines, dus je kan denken aan een medewerker van inkoop, een timmerman, manager realisatie, nou een groepje van 6 tot 8 mensen, frequent met elkaar samenzitten en het hebben over actuele veiligheidsthema's. Dus in deze dagen zou je kunnen denken aan de donkere dagen, verlichting op de bouwplaats, maar ook op kantoor zitten de verschillende veiligheidsinitiatieven. Die bespreekt de Veiligheidsraad met elkaar in 1 keer in de 8 weken. En zij nemen daar dan ook acties op uit. Om die acties verder, de initiatieven verder uit te zetten. Een andere hebben wij met betrekking tot taal en gedrag. Dat is HEIN. En dat kan ik het beste toelichten aan de hand van een voorbeeld waar ik gisteren nog bij was. En dan neem ik jullie eventjes mee naar het hockeyveld gistermiddag, 3 uur, woensdagmiddag. Mijn 2 dochters, 7 jaar, zitten bij elkaar in het hockeyteam. En nu gezien corona zijn er geen ouders welkom op het hockeypark. Ik ben sinds dit jaar de hulpouder. Dat houdt in veten strikken als er een hockeystick tegen het gezicht aan is gekomen, met ijs komen. Nou, je kent het wel. Dus ik stond daar gisteren om 3 uur op het hockeyveld. 7 meiden waren er. Eentje ontbrak nog, Anna. Dus ik in de groepsapp naar de ouders gestuurd, waar blijft Anna? Nou, niet veel later kreeg ik van de vader al een berichtje terug. Ik gooi haar net uit de auto, ze komt er nu aangerend. En ja, een paar minuten later kwam ze aangerend, hockeystick op de nek. Ik zei, kom Anna, als je snel bent, kan je nog met deze oefening meedoen. Dus even later stond zij op het veld met de 8 meiden, of in totaal 8 meiden, en waren ze aan het trainen. Maar op dat moment zie ik dat Anna haar bitje niet in heeft. En dan gaat er een gesprek in mijn hoofd. En dat gebeurt veelal onbewust. Het ene gesprek zegt, ja, zonder bitje ben je niet welkom op het hockeyveld. Dat is veel te gevaarlijk. Maar er gaan ook allerlei andere stemmetjes in mijn hoofd. Ja, moet ik nou de zeikert van de moeder zijn om te zeggen, Anna, jij mag dit kind niet meetrainen? Of moet ik die vader een appje sturen met, kom het bitje nog even brengen, maar dan zijn we halverwege de training. En ja, die kinderen zijn 7 jaar, zo heel hard slaan ze nog niet. Dus wat is het risico dat iets gebeurt? Nou, dit gebeurt in een split second, in een hele korte periode, allerlei stemmetjes.
En dit is niet alleen op zo'n hockeyveld, maar dit gebeurt alledaags. Zowel privé, maar ook op bouwplaatsen of op werksituaties. En binnen BAM Bouw en Vastgoed proberen wij de medewerkers bewust te maken van hoe die gesprekken in je hoofd zich afspelen. En wij hebben twee namen om met die stemmetjes bekend te maken. Het ene stemmetje is Hein. En Hein is de persoon die heel goed weet dat Anna niet mee mag trainen. Dat ze zonder bitje van het hockeyveld af moet. Maar aan de andere kant zegt Guus allerlei redenen om haar toch daar te laten staan en haar mee te laten trainen. Dus die tweestrijd in je hoofd, daar proberen wij ook onze medewerkers binnen BAM Bouw en Vastgoed bewust van te maken. Want veiligheid is niet vanzelfsprekend. En we moeten daar altijd alert op zijn. En we proberen door met Hein en Guus te werken, om te luisteren naar onze Hein en ons daar ook bewust van te zijn wat die Guzen zijn en de Guzen de baas te worden. En daardoor wordt elkaar aanspreken op veilig gedrag ook te vergemakkelijken. Nou, dit is het tweede initiatief wat we binnen BAM Bouw en Vastgoed gebruiken om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te krijgen. En het derde, waar ik hier eigenlijk voor ben, is de veiligheidsladder. Nou, de veiligheidsladder, hoe zetten we dat in binnen BAM Bouw en Vastgoed? Dat doen we op twee manieren. De eerste is dat we met het officiële veiligheidsladder audit traject meegaan. En dat doen we sinds vorig jaar. In 2019 zijn we gestart met de 100% audit. We zijn daarop geëindigd op treden 3. Daar waren we heel blij mee. En wij hebben gekozen voor de SCL aanpak, wat sinds 1 maart nu toegankelijk is. En dat houdt in dat je het tweede jaar de 40% ervaringsaudit mag volgen. En op dit moment zitten wij binnen BAM Bouw en Vastgoed midden in die ervaringsaudit. Morgen krijgen we van de auditoren het resultaat te horen, dus dat is even heel spannend. Volgend jaar gaan we dan nog een keer zo'n 40% audit doen. En dan gaan we het jaar daarop, 2022, weer naar de 100% audit. Nou, naast het uitvoeren van dit officiële audit traject vragen wij ook alle discipline of alle business units binnen BAM Bouw en Vastgoed een eigen meting jaarlijks uit te voeren aan de hand van een digitale vragenlijst. En daarmee kunnen ze per thema zien waar scoren we al heel goed op en waar zitten nog mogelijke verbeterpunten. En 15% van de medewerkers van die business unit vragen we die vragenlijst in te vullen. Nou, de vraag is eigenlijk, wat zijn nou onze ervaringen met betrekking tot die veiligheidsladder? Ik heb dat even opgedeeld in ervaringen met betrekking tot de veiligheidsladder audit. En de veiligheidsladder self-assessment, dus digitale vragenlijst. Met betrekking tot de veiligheidsladder audit kan ik eigenlijk iedereen adviseren om voorafgaand aan het audit traject een aantal maanden daarvoor een kennismakingsgesprek te hebben met de twee auditoren die daadwerkelijk langs gaan komen om de gesprekken te voeren, om rondes te lopen en om projecten en locaties te bezoeken. Maak met elkaar kennis, kijk of je op dezelfde verwachtingen hebt van de audit. Want dit is een hele andere audit dan dat we gewend zijn. Het gaat niet over systemen of dat je checklisten kan aantonen. Maar het gaat erover hoe maak je met elkaar veiligheid bespreekbaar. En hoe zit je in de wedstrijd qua houding en gedrag hieromtrent. Wat wij ook hebben gedaan sinds dit jaar is om na iedere auditdag even kort met de auditoren, het is maar een kwartiertje, samen te zitten en met elkaar te overleggen van nou, wat hebben jullie nou gehoord? Wat zijn jullie observaties tot nu toe? En je kan daar wellicht ook nog iets lering uit trekken voor de andere auditdagen. Een van de terugkoppeling van vorige week was namelijk dat de auditoren zeiden het is beter om 's ochtends naar projecten toe te gaan en naar buiten, bouwplaatsen te bezoeken en dan 's middags interviews te houden dan andersom. Dus dat hebben we dan nog weer kunnen aanpassen. Wat wij wel hebben gemerkt is dat er bij onze vaste partners en onderaannemers nog best veel vragen leven over de veiligheidsladder. Nou, dat kwam net ook wel uit de poll-resultaten naar voren. En ik denk wel dat we dit met elkaar als keten moeten oppakken om hierin te gaan groeien. En dat dit echt een belangrijk instrument gaat worden waar iedereen mee bezig gaat. Want veiligheid doen we niet alleen met onze eigen medewerkers, maar doen we met elkaar. Nou, dus dat zijn onze ervaringen met betrekking tot de audit. Met betrekking tot de vragenlijst, de digitale vragenlijst.
Vorig jaar gebruikten wij daarvoor onze eigen webtool, de MORE-app. Daar stonden de 233 stellingen in van de veiligheidsladder. En wij vroegen dan 15% van de medewerkers van die business units die vragen te beantwoorden. En daar kwam dan een rapport uit. We zijn heel blij dat de NEN nu sinds september met een eigen webtool is gekomen waar wij een abonnement op hebben. Een heel groot voordeel is dat ze van 233 stellingen dat terug hebben gebracht naar 72. Dus dat is heel fijn. Nog steeds veel, maar beter te behappen. En de vragen, de stellingen zijn ook veel korter en simpeler verwoord. Dus dat is ook zeker een vooruitgang. Waar wij nog wel twee mogelijke verbeterpunten zien, is dat sommige stellingen bestaan uit drie vragen, waardoor het lastig is te beantwoorden, helemaal als zoiets digitaal op papier gebeurt. En een andere verbetermogelijkheid zien wij om een doelgroepen vragenlijst te maken. Dus dat je kantoormedewerkers andere stellingen te beantwoorden stelt dan de medewerkers buiten op bouwplaatsen. Want kantoormedewerkers staan voor andere risico's dan de bouwplaatsmedewerkers. Nou, dit is tot dusver onze ervaringen na bijna 2 jaar werken met de veiligheidsladder. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten ofwel in de chat dan wel in de webinar die binnenkort georganiseerd wordt op 15 december om 14:00. Daar zullen Henk en ik ook zeker bij aanwezig zijn. En je kan je daarvoor aanmelden via het e-mailadres die nu in beeld staat. Tot dusver mijn verhaal. Zijn er nog vragen te beantwoorden? Nee? Dan schakelen we denk ik over naar de volgende. Dank jullie wel. Fijne dag. Ik denk dat dat een heel goed verhaal was van Henk en Marjan. En zeker haar verhaal over die dochters en kinderen op het hockeyveld maakte het heel erg van jezelf. Maar Marjan, complimenten. Ik moet zelf ook nog zeggen, ik hoor vaak die veiligheidsladder, waarom is dat nou weer het zoveelste certificaat? Ik heb het zelf in het spoor gewerkt van 2000 tot 2016 aan de aannemerskant. En ProRail liep daarmee voorop en heeft die veiligheidsladder daar op zijn minst gestimuleerd door een gunningscriterium te maken, omdat wij daar echt gingen meedoen als bouwbedrijven. En ik heb zelf gezien wat het doet met directeuren. Als ze in 2 terechtkomen, naar 3, naar 4, naar 5. Het worden andere directeuren. Ik heb gezien wat het doet met de medewerkers. Het worden andere medewerkers. Het beïnvloedt fundamenteel het gedrag van de mensen in de bouw. En daarom is het zo'n ijzersterk instrument. En iedereen die nu sceptisch is, is over 3 jaar dankbaar dat dit traject wordt ingezet. Dat moest ik even kwijt.